Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van de lokale Omroep Stijn. Als je ruime tijd worden werkzaamheden verricht in verband met de verbreding van het Julianakanaal. Onze cameraman ging naar de brug in Stijn en maakte opnames van de werkzaamheden al daar. Onze verslaggever had een gesprek met de omgevingsmanager Project Verbreding Kanaal. De kanaal wordt verbreed. Wat is men momenteel aan het doen? Ze zijn nu ankers aan het boren. Waarbij ze eigenlijk de damwand er al staat, dus je ziet op de achtergrond staan, dat wordt nu middels die ankers op de plaats gefixeerd. Dus het is gedimensioneerd op een leegkanaal. Stel dat het kanaal in de toekomst ooit voor onderhoud of calamiteit leeg zou komen te staan, dan blijft de damwand immer recht staan. Ja. Dus dat doen we eigenlijk door ankers tot 30 meter diep aan te brengen met een groot injectie. Dus onderin kunnen we een prop en dat is het groot anker. En daar hing de trekstang aan en die wordt bevestigd aan de gording die bovenaan de damwand zit. Nu lepen we net eigenlijk richting brug en de zorg onder de brug is een angerconstructie gemaakt. Ja, onder de brug is gebruik gemaakt van een palenwand. Dat is gedaan omdat er minder ruimte is in de hoogte. Dus we kunnen dan niet zomaar die lange planken wegzetten. En daarvoor is een angermethode gekozen waarbij ze met een beperkte hoogte toch de constructie kunnen aanbrengen. Die damwanden die werden erin getrild. Ja. Ik kan me voorstellen, dat zit honger in de grond, zit, kan nog gaat zitten. Houd je daar rekening mee? Ja, we hebben vorig jaar een uitgebreid onderzoek gedaan. We hadden al een onderzoek van Rijkswaterstaat, daar hebben we nog een aanvullend grondonderzoek op gedaan. Dus er werden boringen gemaakt. En uit die boringen bleek dan wat van de grondslaag er zit. En daar werd eigenlijk de hele constructie op aangepast. Dus we zwaren de planken, moeten ze in de stallen, damwanden. Als we gaat tegenkomen, dan of het shut weg naar ene kantje, als het klein is. En als het echt enorme maaskeien zijn, die we nog niet zijn tegengekomen trouwens. Ja, één plaats in Wermend zijn we in het tegengekomen en er wordt eigenlijk een overkluizing gemaakt. Dus dan wordt er gewoon de plank wordt dan gelaten wie ze is. En dan werden de plank tevoren en erachter, die werden dieper gestoken. En die werden dan verbonden met elkaar. Maar het is niet zo dat je nog leidingen of gaat tegenkomen. Ja, we komen genoeg leidingen tegen. Ja, we hebben bestaande leidingen in met name bij Camelot, die een stukje hierop in Uermend, over overkluizingen hebben gemaakt. En een deel is loos. Die zijn ooit vervallen, komen te vervallen door andere installaties. En die hebben we dan nu, in samenspraak met Rijkswaterstaat, werden die nu gedeeltelijk verwijderd om plaats te maken voor de verruiming. Ja. Nu is het zo dat aan de ene kant van de kanaal eigenlijk maar verbreding wordt gedaan. Waarom is dat? Ja, eigenlijk werden de binnenbochten verruimd. Dus de Zuus in de bocht van Elsloos is ook de volledige binnenbocht met damwanden. Dat wordt ook ontgraven. Hier bij de brug van Stijn is het de oostkant. Het heeft deels te maken met de binnenbochten en deels met waar heb ze ruimte om te verruimen. Ja. Aan de westkant hebben ze bijvoorbeeld meer verval tussen het achterland en de diek. Dus daar hebben ze minder, daar moesten ze meer doen eigenlijk om die verruiming te werken. Ja, en uit te veuren. Vanaf Uermond doen we eigenlijk een dijkverplaatsing om de verruiming te realiseren. Er is namelijk ruimte in het achterland gecreëerd door Rijkswaterstaat om in plaats van een damwand een natuurlijke oever te maken. En op de locaties waar ze nu de damwanden zien, dat is op de Meulenweg op één locatie aan de schuur van een boer. En dan in Berg aan de Maas aan de Brug. Daar is het eigenlijk te smal voor een dijkverplaatsing en daar past voor dus lokaal damwanden toe. Dit hele constructie gebeuren, wat heeft dat voor gevolg voor de bruggen? Ja, moeten de bruggen dan niet omhoog? De bruggen omhoog, dat is niet aan ons. Dus we zijn de aannemer van de verruiming. Rijkswaterstaat heeft ons in 2013 gevraagd om het kanaal te verruimen. Zonder daarbij de bruggen op te nemen. Dus tot Born, noorden van Born, kent er grotere scheepvaart door. Hogere scheepvaart met name. Dus de containervaart. En ten zuiden, dus ten noorden van de brug Born, is dat 3 containers. En ten zuiden is dat, zijn dat 2 containers. Goed, je hebt nog heel wat werk te verrichten. Wanneer denk je er helemaal mee klaar te zijn? Helemaal klaar, medio 2018. En dan kan je het grotere boten komen? Ja, dan kan de grotere scheepvaartklasse kent dan door. Het zijn nu de schepen tot 140 meter die er door kennen. En dan kunnen schepen tot 190 meter erdoor. Oh, wow.